3 jaar geleden kondigde hij aan te stoppen als soloartiest. Met 3 platen in de kast en blijvende podiumvrees was het mooi geweest. Wat volgde was Harde Noten met Casper van Koten, de band Color Reporters, de geboorte van zijn zoontje en een huiskamertournee. En dit alles gaf hem weer genoeg zelfvertrouwen om in het geheim aan een nieuwe soloplaat te werken. En deze komt vrijdag uit. Hij is terug. Bertolf. Ja. You're back. Ja. Je hebt een aantal jaren niet de anonimiteit, maar de rust gezocht. Een beetje de schaduw. En nu ben je weer klaar voor het spotlicht. Ja, ik heb vooral heel erg de samenwerking gezocht met andere mensen. Ik vond het solo zeg maar best wel een beetje eenzaam en spannend en weet ik veel wat. Dus ik had heel erg de behoefte om met andere mensen te schrijven en op het podium te staan. En ik ben daar een beetje doorheen, zeg maar door die spanning. Ik heb een huiskamertournee gedaan vorig jaar en dat is eigenlijk het engste wat je kunt doen. Dus ik dacht, als ik dat kan, dan kan ik de rest ook wel weer. Ben je zenuwachtig? Dit is altijd wel een van de meest spannende dingen die je kunt doen. Dus ja. Snel beginnen maar. Ja, lekker. Ja. Hoe heet het nummer? Help Me Stand. Bertolf! Dankjewel.